daar ben ik weer. Omgekleed. En werk aan de winkel. Want zoals ik al in een eerdere video zei, het is hier één grote stofbende. Doordat het hier natuurlijk heel droog wordt. En ik heb in de tuin nog een aantal oude tegels teruggevonden die niet gebruikt worden. En daarvan ga ik hier nu een pad maken langs het groentebed. Dus, werk aan de winkel. Nou, ik heb er al knap warm van gekregen. Het is hier flink heet en het sjouwen met dit soort zware betontegels, daar word je in de zomer ook niet heel erg vrolijk van. Ik moet goed drinken in deze tijd, dus ik drink eventjes een glaasje water van citroenverbena uit eigen kruidentuin. Zo, ook lekker is gewoon verse munt met een schijfje citroen en dat gewoon constant bijvullen met water. Laatste loodjes. Een tip als je dit soort zwaar werk doet, wat mijn man mij net op geattendeerd heeft, dit is dat je schoenen of klompen aandoet met stalen neuzen, zeker als je werkt met dit soort betontegels. Nou, het mooie is dat ik het pad nu zo heb neergelegd dat ik makkelijk hier tussendoor kan lopen. Het is meer dan een voet. En dat ik nu ook in het midden een groentevak kan maken. Dus die ruimte hoef ik niet onbenut te laten en ook niet zo droog. En dan hou ik hier een werkruimte, maar zelfs onder mijn werkbank, daar kan ik dus, daar heb ik ruimte om mijn potten neer te zetten of eventueel ook iets in de volle grond, maar beter via potten. En dan heb ik nog een hoek aan de zijkant. Daar komt ook heel veel zon op. Dus het geeft me gewoon nog meer gelegenheid om hier in mijn kas planten te zetten. En ik wil gewoon dat stof kwijt. Want ik heb al heel vaak gedacht, is er wat mis met de planten? Komt er soms een schimmel op? Want het slaat er wel bruin uit. Maar het is gewoon de stof van hier uit de kas. Dus weer een stapje verder. Ik ga dit nog even borstelen. Of schoonvegen, even nat maken. Zo, dat was de video van vandaag. Hard gewerkt in de warmte. Het is vrijdagmiddag. Volgens mij is het vrij mibo. Tijd voor een borrel. Ik ruim het hier nog een beetje op. En dan maak ik de volgende video over. Ach, ik heb nog zoveel te vertellen. Over elektrocultuur, over de aardappelen buiten, over mijn groentetuin naast de keuken. Dus laat me vooral weten wat je wil zien, wat je wil horen, waar je vragen over hebt. Of je een tip voor mij hebt als je iets hebt gezien dat je zegt, nou, dat is gewoon niet slim of dat kan je beter anders doen. Zoals Esther die tegen mij zei, je kunt die zaadjes beter binnen bewaren, want het is gewoon echt veel te heet in die kas. Super tip, dus die zijn er binnen nu. Of je hebt andere dingen die je wilt delen. Laat het me weten, schrijf het onder de video of schrijf me een berichtje. linda@lindathuis.nl en dan reageer ik daarop. En als je het leuk vindt, als je mijn avonturen hier in de kas en in de tuin wil volgen, abonneer je dan op dit kanaal. Hier onder de video
dan krijg je elke keer een berichtje als ik een nieuwe video heb geüpload. Voor nu een fijn weekend en graag tot een volgende video.